diëten aan zich heb ik niets mee. Dus ik dacht, nou, laat ik dit nou eens proberen. Dit is iets anders. Het is een levenswijze. Ik heb me ingelezen voordat ik hier aan ging beginnen. Van wat mag ik dan wel, wat mag ik dan niet? Is het niet weer een soort hongerdieet? Moet ik niet, zit ik niet alleen maar aan heel droog voedsel of eet ik heel weinig? En toen ik erachter kwam dat dat absoluut niet het geval was, dat ik juist heel veel groente eet, dat ik absoluut geen hongergevoel hoef te hebben, dacht ik, oké, dat is wat voor mij. Het moeilijkst vind ik dat ik een best wel onregelmatig leven leid en dat ik van tevoren alles klaarmaak. En dan is het heel makkelijk, maar als ik dat vergeet en ik kom ergens aan en er ligt een menukaart voor me en ik denk, oh jee. En iedereen naast me zit lekker aan de wijn en lekker te borrelen en een cocktailtje hier, cocktail daar. Dan denk ik, oh, dat is wel lastig af en toe. Maar ik moet zeggen, dan denk ik weer aan dat ik wat kwijt ben en dat ik me daar heel goed bij voel. En dan kan ik het toch laten staan. Ik vind meerdere dingen heel erg lekker qua recepten. De nasi vind ik heel lekker. Die is echt goed. Die is echt gewoon heel smaakvol. Ik vind ook heel lekker de pasta met gehaktballetjes. Die is echt helemaal top. Ook heel fijn om te maken met mijn kinderen. Dus dat is gewoon, dat zijn eigenlijk allebei recepten die heel makkelijk zijn voor de familie. De wraps met pittige kip heel lekker. Ik vind ook het tataartje van tonijn heel lekker. Ik vind het best wel lekker eigenlijk. Kom ik nu achter. De tip die ik wil geven is, en dat is ook natuurlijk niet voor niks dat New Physic dat ook stimuleert, is dat je iedere week naar je coach gaat. Als ik dat niet zou hebben, moet ik er heel eerlijk in zijn, denk ik dat ik echt veel meer zou cheaten. Omdat ik denk, ah ja, dan gooi ik er nog een appeldag in. Of dan ga ik zelf rommelen met het idee van New Physic. En dat doe ik nu dus niet. Ze zijn geweldig. Ze snappen heus ook wel dat we een leven leiden wat gewoon, ja, het gaat zoals het gaat. Je zit niet altijd in de ideale situatie om je New Physic zo op die manier vol te houden zoals in het boekje staat. Maar ze zijn creatief, ze zijn open-minded, ze zijn begripvol. En op de juiste momenten geven ze je een schop onder je kont. Dat je denkt, oh ja, wacht even, reset. Ik ga er weer voor. En dat is gewoon, dat doen ze heel goed. Ja. Nee, ik hoor best wel vaak dat mensen zeggen, ah, houd toch op, joh. Jij doet dat toch niet echt. Denk dat ik het alleen maar doe voor de show of omdat ik een deal heb. Maar ik denk, nee man, ik weet me goed te kleden. En maar ik heb echt wel dat er wat af moest. Ik was echt te dik voor mezelf. Ik voelde mezelf niet lekker. Ik ben naar New Physic gegaan omdat ik gewoon al merkte dat ik ieder jaar iets aankwam. Dat ik steeds iets zwaarder werd en dat sloopt er een beetje in. En ik dacht, hoe kom ik daar nou vanaf? En ik probeerde het. Ik dacht echt dat ik super goed bezig was met mijn makreel, mijn zalm, mijn hummus, mijn avocado, etc. Ik dacht, het is toch super healthy? En ik werd dus maar dikker. En toen heb ik New Physic ingeschakeld. Omdat ik dacht, ik doe dus iets verkeerd. En dat bleek ook zo. Want alles wat ik net opnoemde is wel gezond, maar heel vet. Dus ik ben anders naar voeding gaan kijken. En ik gebruik het nu dus ook heel anders. En ik ging echt als een speer. Die eerste paar kilo's had, ze waren er zo af. En nu is het een way of life. En dat is wel, dat voelt nu heel erg goed.